aan het eind van de dweilpauze al met zijn hand over het levend zilk. En nogmaals, de prestatie van zijn beide landgenoten, Greenwald en Flame, eerder hier neergelegd, doen het beste vermoeden ten aanzien van de vorm van ook David Silk. Dit is trouwens de tegenstander, Julian Green uit Engeland. Een man die we ook op het EK in Den Haag hebben gezien en die hier waarachter in het gezelschap is van een tweede Engelsman, McNichol. Maar dat zijn natuurlijk met alle respect gesproken Olympische deelnemers die niet voor de hoogste prijzen in de strijd zullen zijn. Heel anders ligt dat met Dave Silk. Daar ziet u weer dat zuurstokpak in de binnenbaan. En hij zou dan inderdaad, althans op papier, de laatste man moeten zijn. Kunnen zijn, je weet het nooit. Die roet in het eten gooit. We krijgen nog een Joachim Karlberg, we krijgen nog een Ter Bengtsson. En zeker weten doe je het nooit. Maar voorlopig eerst maar eens even Silk. Een paar keer heel hoog geëindigd bij wereldkampioenschap. Een keer vijfde geweest, een keer vierde geweest. Goeie allround schaatser. Maar hier gaat het alleen op die 5000 meter. Silk Albert, 1940. Een beetje tussenweg. Niet echt super snel. Maar ook niet langzaam, zeker niet. Hij is bijvoorbeeld 14 sneller in de opening dan Visser. En ongetwijfeld krijgen we weer datzelfde beeld. Knokken, weggaan, kijken waar je uitkomt. En als je de man met de hamer tegenkomt, nou, dat is dan jammer. Maar het gaat om deze ene afstand en dus alles eruit. 600 meter stil, 51-19, rondje 31-7. En dus is hij in deze fase sneller dan Leo Visser. En iets langzamer dan Thomas Gustafsson. Nederlanders bevinden zich nog altijd zo'n beetje daar op het middenterrein. En ja, toch een beetje te neergeslagen de houding zoals ze die daar aannemen. Gemser en Visser en fysiotherapeut Arie de Jong. Het sprookje is een klein beetje uit, hoewel zilver en brons natuurlijk formidabel is. Op voorhand hadden ze ervoor getekend, denk ik. 1.23.26 voor Silk. Rondje 32 rond. Dat is een iets wat rustiger begin dan bij een hoop anderen. Halve seconde langzamer. Dan Gustafsson. Over Green praten we eigenlijk niet meer, want u ziet het dan al net boven in de beeld op een grote achterstand door die bocht gaan. Die telt er lang niet meer mee, het gaat om Silk. 1.55.37. 32-1, nog altijd goed. Sneller dan Visser, sneller nu dan Gustafsson, sneller dan Freier. En ook sneller dan Flame. Ja, met dit mannetje zijn we nog niet klaar. 1800 meter, Gustafsson 2.28.74. En kijk, ja, daar staat gewoon 2.27.30 hoor. Niet te geloven. 31.9. 1/10 seconde sneller dan Leo Visser. De Amerikanen hebben het aangekondigd bij monden van hun luchtpokerspelende coach Peter Schotting. Dat ze goed mee zouden doen hier. Dat is gebleken en dat blijkt nog steeds. 3.00.40 voor Gustafsson. 2.59.47 voor Silk. Seconde sneller. En op dit moment een halve seconde sneller dan Leo Visser. Waar gaat het breken voor Silk? Voorlopig nog niet, denk ik. We zijn pas op weg naar de 2600 meter. En het gaat uitstekend. 3.32.01 voor Gustafsson. 3.31.69. Het verschil wordt iets kleiner. 3.10 nog. Mike 32.2. Mike Crowe, de Amerikaanse coach. En Peter Schotting die staat 50, 60 meter verderop met het papier dat de rondetijd aangeeft. Je ziet Green zijn tijd, rondjes 35. Meedoen is voor hem belangrijk.
3 kilometer tijd inmiddels. 4.03 moet je daar rijden om mee te blijven doen. En dat doet hij dus. 4.03.92. Oeh, 300ste nog. 32.2. Ja, dezelfde tijd zo goed als tenminste dat die van Thomas Gustafsson. En nog altijd langzamer in deze fase dan Visser. Ja, u weet het, de eerste man die van het schavotje afvalt als er iemand sneller gaat rijden is nu Gerard Kempkes, die op de derde plaats staat. Hier is Silk, 4.36.39, rondje 32.4. Nee, 15e verliest hij nu. Dat ziet het er goed uit, wat de Amerikaan doet. Hij is nu op weg naar de 3800 meter. Visser was daar de snelste met 5.07.10. En hier is Silk in 5.08.91. Nu ook al 18e seconden langzamer dan Gustafsson. Hij komt niet meer onder die 32,5. En hij moet terug naar 31,5. In zijn laatste ronde wil hij dat toch allemaal goed maken. Ja, zeg nooit nooit. Het is een oud en waar gezegde, maar ik heb toch niet de indruk dat Silk in staat is om die krachtinspanning nog uit te voeren hier. Op 4200 meter, 5.39.23 voor Leo Visser, die daar nog steeds de snelste was. Hier is 5.41.99 na een rondje van 33 nu. 1 en 16e seconde ook langzamer dan Thomas Gustafsson. Hij komt een end, hij probeert het goed, maar ik denk net niet ver genoeg. Hij komt niet meer onder die 32,5. Nee. Dat lukt hem niet. Ga eens even kijken naar het schema van Kempkes. Die bij het ingaan van de laatste ronde 6.12.63 had. Daar komt hij absoluut en niet aan. En daar komt Silk, nee, absoluut niet meer aan de pas kijken. 6.15.66. Hij zakt nu ineens heel diep weg. Rondje 33.6. Nee, Silk telt niet meer mee. En dan is de hoogstwaarschijnlijke, maar ik hou nog een heleboel slagen om de arm, de hoogstwaarschijnlijke uitslag van deze Olympische 5000 meter dan toch 1 Gustafsson, 2 Visser en 3 Kempkes. Dat is de tussenstand voorlopig, die niet verandert na deze rit. En op papier zijn er eigenlijk geen rijders meer die hier naar de start komen, die daar iets aan zouden kunnen doen. De laatste meters inmiddels van Dave Silk. Hij komt niet op het schavotje. Hier is hij, 6.49.95. Dat is natuurlijk een mooie tijd, de zesde plaats op dit moment. Die Amerikanen scoren goed. Dat betekent dat Karlstad weer een plaatsje zakt. Het drama voor hem alleen maar groter maken. En hier komt Julian Green. De man die 7.28.42 als persoonlijk record heeft staan. En dat in ieder geval gaat verbeteren hier in Calgary. Royal gaat verbeteren. 7.13.20. Een nieuw persoonlijk en een nieuw Engels record. Maar Dave Silk heeft zich toch een andere droom gedroomd, denk ik, dan de werkelijkheid die hier uit deze rit tevoorschijn is gekomen. De zesde plaats. Dat was niet wat hij voor ogen had. Bewijst aan de andere kant dat er slechts 3 rijders in dit hele grote veld in staat zijn geweest om in die laatste ronde door te kunnen gaan. Julian Green, de short tracker,